rotsproef met de Renault Zoe, spionagebeelden van de Porsche Macan, Lamborghini topman over de Nederlandse markt en Bas van Putten luidt het weekend in. Welkom bij het Autoweekjournaal van vrijdag 22 juni. We hebben allemaal de mond vol over de Euro NCAP sterren van gewone auto's, maar hoe zit het eigenlijk met elektrische auto's? Cornelis Kit was bij een botsproef met de Renault Zoe. Nou Cornelis, hoe ging dat? Nou, daar bleef weinig van over, maar wel gecontroleerd. De accu bleef heel en daar ging het in dit geval om. Ja, want wat is het verschil tussen de eisen bij gewone en elektrische auto's? Nou ja, uiteindelijk gaat het erom natuurlijk dat je je inzittende veilig stelt en eventuele voetgangers. Specifieke eisen voor accu's zijn er nog niet, maar ja, er wordt wel aan gewerkt. Maar in ieder geval, dus ja, ze willen gewoon zo veilig mogelijk die accu beschermen. En hoe gaat dat? Nou ja, die accu die zit als het ware in een speciale kooiconstructie onder de vloer. En ja, als er een impact van welke kant ook komt, dan vervormt de kooi, maar de accu zelf moet heel blijven. Kijk, bij benzineauto's zijn we eigenlijk niet zo mee bezig, maar als er een elektrische auto in de fik vliegt, dan is de hele wereld erop gefocust. En dat is niet alleen schadelijk voor het betreffende merk, maar eigenlijk voor het imago van de hele elektrische auto. Dus ja, die fabrikanten die die dingen toch willen gaan verkopen, die zijn erg bezig om al dat soort dingen positief naar buiten te brengen. En daar wordt dus erg hard aan gewerkt. En dat is bij de Renault Zoe gelukt. Ja, hartstikke goed. Ging helemaal goed. We hebben spionagebeeld van de Porsche Macan. De Cayenne is wereldwijd een succes gebleken en het is dan ook logisch dat Porsche nadenkt over een tweede SUV. Die wordt een maatje kleiner en gaat Macan heten. Uiterlijk zijn er veel overeenkomsten met de Cayenne en technisch wordt het grotendeels de Audi Q5. Reken dan ook op een instapper met een 2 liter turbomotor en voor het snellere werk een 3,2 liter V6. Ook komen er diesels en de Macan gaat volgend jaar al in productie. Zoals je waarschijnlijk wel hebt meegekregen heeft Pon het merk Lamborghini aan het portfolio toegevoegd. Afgelopen week was de officiële opening en Roy Kleiwicht ging daarheen. Hij sprak met topman Stefan Winkelman over de Nederlandse markt voor supercars. Nog maar enkele weken geleden stonden we hier ook bij de presentatie van Bentley. Inmiddels zijn we verder en wordt Lamborghini gepresenteerd. Tussendoor hebben we hier ook nog stiekem Bugatti binnengehaald. En is palet voor Pond compleet. Maar wat is nou de reden om in dat soort merken te stappen voor een importeur die eigenlijk vooral volumemerken doet? We hebben natuurlijk al meer dan 60 jaar Volkswagen, meer dan 60 jaar Porsche. In dat exclusieve segment zaten we al met Audi en met Porsche. En nu kwamen deze merken vrij door natuurlijk het failliet gaan van de vorige representant. En toen hebben wij inderdaad ons vinger opgestoken omdat wij denken de juiste partij te zijn. Mr. Winkelman, you took the effort to come here for the Dutch presentation of the new Lamborghini at Pon. Why did you take the effort? I cannot imagine that the Netherlands is such a big supercar market. No, it's not about the size for the market, because every customer is important for us. Every partner is important for us. So I always tend to go to openings or to reopenings of partners, because I can see the partners, I can see the location. I can meet the customers and the future customers. So for us and for me, this is very important to keep in touch and to be then back in the office with an idea of what is going on outside. And what was the reason to pick Pon as your new Lamborghini partner? But you know, usually we have more than one to pick out of. And Pon is a very good partner of the Volkswagen Group already. So for us, this was an easy choice because you had all the prerequisites which we need in terms of quality, trust, reliability. And this is something which for us then was subsequently a very easy pick. And did it came as a shock that you lost your previous partner? A shock is too much. It's always said if you lose a partner which was with Lamborghini for a long time, but in a dealer network, if for every brand, this is something which can happen, and therefore we have to be prepared. We have to acknowledge that this is something which happens once in a while time, and therefore we always have to watch out for new people and to have a good relationship with everybody. Vrijdag betekent natuurlijk ook weer dat Bas van Putten op zijn geheel eigen wijze zijn hart lucht. Ditmaal het requiem van de automobiel.
Dit is de vernieuwde CLT Ibiza en ik bedacht me dat je op twee manieren naar die auto kan kijken. Je kunt hem zien als een kleine auto in een vergevorderd ontwikkelingsstadium. En dan is hij de triomfantelijke uitkomst van 125 jaar autogeschiedenis. En het bewijs dat de auto met verbrandingsmotor is uitgeëvolueerd. Perfectie voor een kleine prijs. Je kan hem ook zien als een tussenstadium in een overgangstijdperk. En dan wordt hij tragisch, dat zal ik uitleggen. Kijk, we weten allemaal dat de auto met verbrandingsmotor zijn langste tijd heeft gehad. Deze heeft een CO2-uitstoot van 113 gram per kilometer. Wat op zich heel mooi is, maar niet genoeg, want het moet naar nul. Met een beetje geluk loopt hij 1 op 20. Ook prachtig, maar ook weer niet genoeg. Want op fossiele brandstof, die op een dag op is en waar we van af willen. Conclusie, fiscale druk zal verder toenemen, brandstofprijzen zullen nog steeds hoger worden en uiteindelijk is het over en uit voor de verbrandingsmotor. Dat is het verhaal van deze auto. En daar dacht ik aan toen ik in dit Seatje stapte. Eerst dacht ik, doodgewoon, lekker Seatje, 1000 in een dozijn, maar fijn. En vervolgens realiseerde ik me dat we over 10, 20 jaar, ik weet niet precies wanneer, ik ben geen titulaar niet, als we allemaal GPS gestuurd treintje rijden, in een volstrekt geëlektrificeerd wagenpark met diepe weemoed aan dit soort autootjes zullen terugdenken. Een klein turbootje 105 pk waarmee je zomaar op eigen gelegenheid naar de 190 kon blazen. Als het nog ergens kon. Het is iets bijzonders waarvan mijn kinderen niet eens meer zullen beseffen hoe het was. En dat is triest. Dus deze auto is een klein schakeltje, een tussenstap in een ontwikkeling die hij zelf niet zal overleven. En daarom is dit geen test, maar een requiem. Amen. En dat was het weer voor deze week. Volgende week zijn we er weer met onder andere een video, een welkomstvideo van een nieuwe duurtester en heel veel beeld vanaf het Goodwood Festival of Speed. En mis ook niet de video die vandaag online gaat, Roy Kleiweg in een Fisker Karma. Leuk dat je weer keek en een heel goed eerste zomerweekend toegewenst.